Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie vertellen hoe je UHF moet spelen als je geen rank hebt. Dus deze video is vooral bedoeld voor alle nieuwe spelers. Met al mijn kennis ga ik jullie proberen te helpen om zo'n goed mogelijke start te maken als speler. We doen de kit starter, dan krijg je een pickaxe en cooked stick. F-create, hoe gaan we hem noemen? Tutorial. Ja, dan zie je ook meteen allemaal mensen die je kunt inviten, die momenteel in geen faction zitten. Wat je als eerste gaat doen, is naar de mine toe. Dat kan ook met warp mine. Alright, dan heb je natuurlijk de donator mine. En je hebt natuurlijk de normale mine. Minen eerst eventjes 24 iron, dat is genoeg voor een full iron set. En daarmee unlock je de miner kit. En daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. 25 iron ore. Ik doe dan warp shop. Alright, we zijn er nu bij warp shop. Je hebt hier een oorsmelter. Je hebt hier gewoon de normale shop waar je gewoon al je stuff kunt kopen. En je hebt een potion trader. Dus dat is ook handig om te weten bij warp shop. Ga naar de oorsmelter. Klikt op iron. Nou, zodra je deze hebt aangezet, miner kit aan hebt. Ik ben momenteel tier 1. Dus per ore dat je mined, gaat er dus 1 XP af. Dus stel ik mijn gold, eentje af. Maar we minen vooral dus diamonds. En dat gaat dus sneller. Dus je hoeft niet per se 20.000 ores te minen. Emeralds zijn nog meer waard qua XP. Dus daarmee level je ook. Als je dan slash tier doet als het goed is, dan zie je dus alle miner tiers. Alright mensen, ik heb dus eventjes lopen minen. Ik heb nu bijna 3,5 stack diamond ores. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga ze omzetten. En ik heb al wat geld. Dus dan normaal spawn je met helemaal niks, maar ik had toevallig nog wat geld. Alles is nu omgezet. En dan ga ik hier eventjes een diamond set maken. Ik hoop dat ik genoeg heb. Wat je dus zeg maar kan doen. Op spawn heb je een level 30 enchanter. En je kan ook. Nou, als je dus naar de shop villager toe gaat. Kan je ook meteen een setje kopen. Maar dat raad ik niet echt per se aan. Dat kan je ook gewoon met een bard set. Zou ik. Nou ja, je kan ook gold mine in de mine. En dan level 30 enchanten. Maar dit is best wel prijzig. Om dat elke keer voor een setje te doen. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan het setje enchanten. Oh mijn god, ik enchant en ik krijg eindelijk gold boots. Dus dat is nice. Normaal krijg je nooit zulke boots. Dan krijg je gewoon een breaking 3, verder falling is wel nice. Had ik alleen nog een prot 4 op moeten doen. Je kan de boekjes ook gewoon kopen als je weer naar de villagers toe gaat. Met de overige diamonds kan je normaal slash blok. Dat ben ik altijd gewend. Maar aangezien ik momenteel zogenaamd even geen rank heb. Kan ik nu eventjes zo doen. En heb ik 19 diamond blocks. En die ga je dan verkopen in de shop. Bij selling, middelste muisknop. En ik heb 800 bijna. Nou, mijn balance is nu 13,1k. Een vol inventory als je een heel ongeveer, nou, behalve je pickers en je steak, is ongeveer 10k als je een volledig inventory mined. Dus dat heb je denk ik in 10 minuten zo gedaan. Want je hebt ook heel veel abilities in de mine, waardoor je sneller mined. Wat nog meer erg handig is, is namelijk slash daily. In dit geval ga ik parcours kiezen. Ben ik wat beter in. Alright. Nou, het zou lullig zijn als ik nu meteen zou vallen, maar dat valt mee gelukkig. Oh mijn god, ik ging alweer bijna te snel. Zo. Kom op! Yes! Nice! Het gaat fantastisch. Oké. Okay. Jammer. Hier zijn dus alle keys. Daily keys. Dus ik heb gewoon over de end gesproken. Die is ook gewoon op spam. Daar kan je al je potions farmen. Ik zal even alles uitleggen. Dit zijn gewoon de normale potions die je gewoon nodig hebt. Fire Ash, Speed en Invis. Dit heb je nodig voor Bard zijn. En dit heb je gewoon nodig als Archer. Archer moet je gewoon eventjes goed checken. Die kan je ook gewoon kopen in de store. Zelf kan je die ook enchanten als je ladder hebt. Dit zijn de Archer abilities. Hetzelfde geldt voor Bard. En je ziet ook bij, can be used by an Archer. En
een bard. Dus alles is heel duidelijk uitgelegd. Kijk maar gewoon een keer goed de shop rond. Je kan van alles kopen. Alright mensen, ik ga jullie ook nog eventjes wat vertellen over het DDR-systeem. Het DDR-systeem werkt als volgt. Je maakt een faction, je begint altijd met 4.20 DDR. Je hebt 1.20 DDR per speler als je iemand invite. Als iemand doodgaat, gaat er 1 DDR vanaf. Dat gaan we nu ook eventjes laten zien. Ja, dankjewel. Er gaat dus 1 DDR vanaf. Je doet er vervolgens weer F-show. Ja, ik heb dus 1 DTR eraf. Het duurt 10 minuten voordat ik weer aan het regenen ben. Dus dat er weer DTR bij komt. Als je DTR negatief is, dus onder de 0 is, dan ben je raidable. En kunnen mensen al je spullen pakken wat er op je claim is. Dus zorg ervoor dat dat gewoon niet gebeurt. Want anders dan ben je al je stuff kwijt. Wat je normaal doet als je later in de server komt. Ik doe eerst slash activate PvP timer. Of activate timer, kan ook. En nu heb ik een PvP timer. Deze guy kan mij nu niet killen, jammer. Nou, wat ik dus nu doe is slash auto claim. Dan kan ik instellen de claim size. Nou, ik wil wel, laten we gewoon niet een hele grote doen. Gewoon 4 chunks of zo. Kost me 750. Hier kan je hoe populair de claim is. Nou, ik wil best wel populair claim. Nou, gaat hij kijken voor een claim. En ik heb gewoon een claim op min 200, 1400. Dat is gewoon een 1400 claim. Alright mensen, ik laat je nu nog eventjes zien hoe de elevators werken. Let goed op. Weer elevator. Down. Zet ik hier ook eventjes een waypoint. Test. Wat ik dus nu ook ga doen is eventjes een elevator up. Doe zo, elevator. Up in plaats van down. Dan ben ik nu weer boven. Alright mensen, wat je dus doet om potions te farmen, archer abilities en natuurlijk strength, je gaat naar de end. En als je meteen de end injumpt, dan zie je ook wat de farmables zijn en wat je dus daarvoor terugkrijgt. En de coördinaten van de end exit en waar de end god zich bevindt. Jullie dus aanraad, als jullie in de end zijn, je gaat via hier, moet je heel voorzichtig naar beneden gaan. Alright, hier zijn Ender Pearls. In dit geval om niet dood te gaan door een vol invis. Ga ik gewoon eventjes zo farmen. Oh, fucking hell. Ik moet meteen mijn pearls gebruiken. Het chillen is aan slash autoclaim is dat er meteen een F-home wordt gezet. Dus dat is echt helemaal top. Normaal, als je gewoon normaal claim met F-claim, doe je gewoon F-set home. Dat gaan we nu sowieso ook doen, want ik wil eventjes mijn F-home verbeteren. Alright, we zijn F-home. Ik zet hier de F-home. Wat ik jullie nog meer aanraad is slash schedule. Zo kan je zien wat voor events er allemaal zijn op de server. Wat ik jullie ook aanraad is de PvP mime. Als je slash courts doet, dan zie je waar die is. Hij is noord van Spawn. Hij opent, of het opent om 12 uur en het sluit om 10 uur. Je ziet natuurlijk ook al de cods, cords, maar de PvP mine is dus een mine waar PvP aan staat. En er zijn alleen maar emeralds, dus dat raad ik jullie ook nog aan. Dus ja mensen, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze tips om je zelf een beetje gezet te krijgen. Gewoon als non-ranker. Abonneer op mijn kanaal, drop een like en join mijn Discord. De link staat in de beschrijving. Tot de volgende video. Later.